Ja. Ja, we gaan de kelders in. Gisteren best wel laat thuis. Dat was fantastisch, de melkweg. Ja, een hele fijne sfeer. Ja, heel raar dat het allemaal zo, dat het allemaal weer is, zeg maar. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus dat was heel tof. En dan ga ik zo de auto in voor het 65 jaar bestaan van het Prinses Beatrix Spierenfonds. En Prinses Beatrix is er ook. Ik had dus gisteren de denkfout gemaakt dat ik dacht dat ik naar Den Haag moest. Ik hoef maar een uurtje. Ik had altijd het idee dat die Prinses Beatrix in Den Haag woont. Ze woont ook in Den Haag, maar ze heeft meerdere paleizen. En niet alleen in Den Haag, maar ook één in Baarn. Ja, en het is dan ook heel veel warm dat het paleis daar Soestdijk heet. Dus ik denk, ik weet er allemaal niet zoveel van. Nou, in ieder geval moet ik zo naar Hilversum. Dus nee, Baarn of Soestdijk. Ja, in ieder geval, ik stap in die auto en dan komt het goed. Ja, we gaan de kelders in. En dit was de lift van Willem-Alexander toen hij nog klein was. Ik ga de visie. Oh. Je hebt ook een hele grote. Oh, 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 wat zing ik. Hi. Hi, komt u maar. Ben jij geweest? Ja, dus dat je ging zo. Ik zo, ja. Even lekker. Zo. We gaan het even verkeerd. Zo. Kom even met je ja. Zitten. Ah, open wide. Ben jij nou aan het doen? Nou, ik weet niet. Ik denk gewoon, dat stuur ik allemaal naar Esja en dan zoek ze het maar uit. Mijn vrouw maakt een vlog. Oh, oké. Maar die is er niet bij. Ik ga naar weer. Festival. We gaan een festival doen. Ja, het eerste en laatste festival van het jaar. Het rare was, er stonden een hele hoop festivals gepland in september. En toen dachten we van, nou dan is het niet gek om een festival er tussendoor te doen. Want dan heb je die setup. Maar alle festivals gingen niet door. Behalve deze. Dus we doen een clubtour en nu één festival. Dus ik ga, want anders kom ik te laat. Apple. Veel plezier! Thank you.
Dat was slecht, hè? Dat, staat hij daar? Zet hem op. Staat hij op die dansmarathon? Oh, hé. Zover gaat hij maar hangen. Fred, hebben we een body of zo? Sorry, Fred, je liet me hangen. Laat hem niet hangen, Fred. Oh ja, ik wou zeggen, je moet maar... Dat gaat op een of andere helemaal niks van. Nee, dat niet. Als je zo goed bent. Dat je dan zo... Als je zo goed bent, je ziet er zo uit, met zo'n paard. En dat je dan van jezelf moet spuren. Hoe dan? Dan zouden wij toch de hele dag aan onze rand moeten hangen. Ja. Nou jij, hè? Ik niet, hè? Ik bewaar hem even hier. Jezus, Jezus. Hoi. Wat kan nou op? Ja. Is dit het nieuwe begin? Of vond ik die oude beter? Ja. Ik vind deze wel heel intiem. Vertel even wat je gisteren eerst hebt gedaan. Ik ben gisteren naar Nijmegen geweest. Naar door een roosje. En daar gaan we weer. Maar je wou niet in een hotel, hè? Ik heb lekker gedoucht in jullie. Ik ga een andere stad, Martijn, achter. Veel plezier vandaag. Hij heeft ook echt zo'n dingetje op de deur. Kijk het. Kijk. Dit is de kamer van Han. Han, lach even. Ja. Dit is niet mijn kamer. Wauw. Moet je zien hoeveel koelkasten die jongen. Ik zou meenemen. Ja, bij allemaal leeg. Voor elk flesje water heeft hij een koelkast. Dank je. Goed zo. We doen het, hè. Doei. Is het tuintje? Die zit lekker... Wat een gezelligheid! Hi! Hi. Dit zijn. Is het alweer zaterdag? Dames en heren, jawel! Nou, het is dat ik zeg, maar het is morgen zaterdag, ja? Dat is niet. Wat gezellig, hè? Ja. Ja. Ik ruik Fred al. Is dit voor... Ja, voor de Fred ruikt heel fris. Fred, heb jij lopen sproeien hier?
Je hebt lopen sproeien, hè? Je hebt lopen sproeien. Ik ruik je geur. Wacht even, is dat te klein? Nee, dit is alleen. Ja, die is ook niet zo heel groot, maar het is allemaal. Ik ben het maar. Nee! Hoe is het? Goed! Keesje is overleden, slaapt. Ja, oh, dan moet je weg daar. Oh, Casey! Hi, schatje! Geen baby! Joe! Ja, ik loop inderdaad via het einde van de vlog. Nou, hij vanuit Nijmegen door een roosje, ik vanuit hier. Bedankt voor het kijken en tot volgende week maar weer. Fijn weekend.